Tijd en stond, een beetje afwisseling, kan geen kwaad. En daarom ging Ivanhoe regelmatig achterstevoren op zijn paard zitten. Erg comfortabel was dat niet, maar Ivanhoe ontdekte na een tijdje dat het al makkelijker ging wanneer het dier zelf ook achterstevoren werd opgesteld. Zo zwierf Ivanhoe door de lage landen, toen zijn paard plots woest naar een kat begon te blaffen. Wel, wel, vloekte Ivanhoe. Die dierenhandelaar heeft mij bedrogen. Ijlings reed hij terug naar de man die hem het dier had verkocht. Ik ben niet tevreden over mijn rijdier, zei Ivanhoe. Het blaft naar katten. Hé, geen probleem. Als je klachten hebt, mag je altijd inruilen, zei de koopman vriendelijk. En hij haalde een ander paard uit de rekken. De bokaal krijg je er gratis bij, voegde hij er nog aan toe. Dat is geen paard, dat is een goudvis, zei Ivanhoe verontwaardigd. Denkt je dat? Het heeft toch 2 ogen, een staart, waarom zou dat dan geen paard kunnen zijn? Merkte de handelaar op. Dat weet ik ook niet, maar toch is dat geen paard, hield Ivanhoe vol. Momentje, ik zie al wat dat er ons scheelt, zei de koopman. Hij nam de bokaal en verdween in zijn atelier. 5 minuten en een groot lawaai later stapte hij weer de winkel binnen. Je hebt die goudvis op een hoefijzer gespijkerd, riep Ivanhoe verbijsterd. Zeg, gast, houd nou toch eens op met dat gezeur heel de tuin over die goudvis, zei de dierenhandelaar. Er gaat ooit al een goudvis met hoeven gezien. Goudvissen hebben niet eens hoeven. Hoe kunnen ze dan hoefijzers hebben? Een hoefsmid heeft ook geen hoeven, maar ik ken heel wat hoefsmeden die wel hoefijzers hebben, merkte Ivanhoe op. Zeg, wil jij soms beweren dat deze beest een hoefsmid is of wat? Een hoefsmid in een bokaal? Kom, hè, kerel. Laat ons de zaken een beetje nuchter bekijken, alstublieft, zeg. Het schoolmeesterachtige toontje van die opmerking maakte Ivanhoe razend kwaad. Ik wil mijn geld terug, zei hij. En hij sleurde de dierenhandelaar bij de kraag over de toonbank. Op dat ogenblik betrad Ridder Roderick de winkel. 1 paard graag, zei Ridder Roderick. Ik heb hier nog een heel schoon exemplaar, zei de koopman en hij wees naar Ivanhoe. Ik ben helemaal geen paard, protesteerde Ivanhoe. Best mogelijk, zei Ridder Roderick, terwijl hij Ivanhoe zadelde. Maar je kan het nog altijd leren.